Goedemorgen, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is woensdagochtend, 6:30. En Marco is al naar zijn werk vertrokken. Ik heb al een half uur met de hond gelopen. Ik heb gecoacht en nu ben ik havermout aan het maken voor Mila en voor mij. Met havermout, chiazaad en whey chocolate van Body & Fit. En daar gaat zo meteen nog een banaantje doorheen. En als het klaar is, wat pindakaas. De meiden gaan vandaag naar school en Sterre wordt daar opgehaald. Die gaat met mijn ouders en vrienden van mijn ouders met kindjes naar de Efteling. Superleuk. Het is winter Efteling nu, dus stiekem zijn wij een tikkeltje jaloers. Maar helemaal leuk voor haar. Dus ik heb eigenlijk tot 2:00 een lekker rustig dagje. Ik heb gisteren eigenlijk alles gedaan wat ik moest doen, behalve de was opruimen. Maar dat is niet per se dat moet gebeuren. Vanmiddag nemen we een vriendinnetje van Mila mee en die eet gezellig mee. Dus dat wordt helemaal leuk. Ik heb er zin in. Voor mij en voor Mila. Lekker gegeten en nu is het tijd om onder de douche te stappen en me aan te kleden. Ik moet zo nog even kleren ook pakken voor Sterre. Even ook een reserve setje voor in de Efteling. Ze is echt laat thuis vanavond trouwens. Ze gaan om 6:00 in de Efteling eten. En ze gaan met vrienden die in Frankrijk wonen. Dus super leuk voor haar. Dus ik ga even douchen en dan zet ik de andere twee meiden onder de douche en pak ik de spullen. Vijf voor acht en wij zijn onderweg naar school op de nieuwe step. Een ster. Daarom zijn we ook wat vroeger weg. Ik heb de buggy mee. Reservekleren zitten onderin voor Sterren voor de Efteling. En dan doe ik zo eerst even de luizencontrole in Laura in de klas. En dan haal ik even een auto op bij mijn ouders. En dan ga ik lekker naar huis. Goed zo. Zo, Mila en Laura zijn op school. Het is 9:00. En ik ben bij mijn ouders de auto aan het halen. Ja, hoe gaat het ook weer? Is dat hem? Ja. Jemig, Joyce. We hebben een automaat. Dus ik drukte mijn rem in plaats van mijn dingen. En nu moet ik kijken hoe ik mijn achterkant krijg. Oh, zo. Er staat wel echt een auto chic dicht op mij. Zo, Sterre is mee naar de Efteling. Even kijken hoor. Oh. Ja, dit lukt. Zo grappig dit. En tijdens de reis van mijn zusje mogen wij haar auto gebruiken. Super fijn. Dus dan hebben wij twee auto's. Zal erop neerkomen dat Marco vaak met deze auto naar zijn werk zal rijden. Als ik iets met de meiden wil gaan doen. Vooral tijdens zijn weekenddiensten is dat natuurlijk super prettig. Dus dat is het plan. En dan heb ik gewoon de auto met de autostoelen. Ik heb door een foutje een tijd geleden wel een extra autostoel voor Sterre. Maar dat is eigenlijk alleen maar handig nu. Dus die gaan we hier gewoon inzetten. Zodat als u een keer vroege dienst heeft voor vandaag en ik zou iets willen. Dat ik gewoon met Sterre daarheen kan gaan. Dus ik rij even deze auto naar ons huis. En dan ga ik lekker even op de bank doen. Oh. Echt 10 keer over nagedacht. En alsnog vergat ik een Fit Piggy eruit te halen. Ik had er nu zoveel zin in dat ik hem toch maar even in de magnetron heb gestopt. We hebben overigens nog steeds geen verwarming. Super vervelend.
Eneco neemt echt de telefoon niet op. We zijn al vanaf zaterdag aan het proberen om in contact te komen met de storingsdienst. Maar de storingsdienst kan je 24/7 bellen. Ze nemen alleen niet op. Super vervelend. Dus ik heb net het contactformulier ingevuld. Of zeg maar een mail gestuurd met de vraag of ze terug willen bellen. In de hoop dat er iets kan gebeuren. Maar we moeten eerst even Eneco bellen. Want als de fout ligt bij de warmte ding, dan regelen zij het. En anders moeten wij het gaan doen. Ik ben vanmorgen helemaal vergeten om mijn haar te wassen. Dus ik heb vette haren. Leuke woordspeling. Maar ik ga lekker deze piggy eten. En ondertussen lekker een Disney video kijken. Ik zit er helemaal in. Ik vind het zo leuk. Oh, we willen ook zo graag terug. En er zijn echt zat mensen die daar niet zoveel mee hebben. Maar, oh, zo geweldig. Dus dat ga ik lekker doen. Ondertussen is het bijna 11:30. Echt alleen maar zitten en liggen chillen. Super fijn. En nu ben ik, zoals je ziet, mijn schoenen aan het aandoen. Ik ga Bentje even uitlaten. Ik heb bedacht om even naar de Pets Place te lopen. Dan hebben we al een lekkere wandeling erop zitten. En ik koop daar stro. En ik ga ook even kijken of ik onderweg ergens een brievenbus tegenkom. Daar twijfel ik over. Ik weet even niet meer of daar nou een brievenbus zit. Zit hij er niet, dan neem ik het vanmiddag even mee als ik de meiden ga halen. Want daar zit wel een brievenbus. Dat weet ik bijna zeker. Ik begin nu overal over te twijfelen. Want er worden telkens brievenbussen overal weggehaald. Maar dan gaan we het zien. Ik moet namelijk nog steeds een pakketje retouren van Bol. Namelijk die SD-kaart die ik toen besteld had voor Disney. En die te laat kwam. Ik heb het niet eens uitgepakt. Dus ik heb net een retouretiket erop gedaan. En die breng ik even weg. Ik heb nog een week om dat te doen. Maar hij ligt ook al ruim een week. Dus alleen maar handig als ik dat even gedaan heb. En dan gaat deze jongen mee. Gaan we even stro kopen voor Bibi en Herman, oké? Okay? Nou, een dropje. Helaas zie ik nu al dat de brievenbus hier niet meer is. Dus alleen even stro halen. Twee, tijd om richting school te lopen. Ik neem de hond gewoon weer lekker mee. Die til ik weer op het schoolplein. Ideaal. En dan haal ik Mila op met het vriendinnetje. Laura neemt ook een vriendinnetje mee naar huis. Het vriendinnetje van Mila eet hier mee. Het vriendinnetje van Laura waarschijnlijk niet. Want dat werd al snel wat later. Dus nou, helemaal prima. En waarschijnlijk ga ik pannenkoeken bakken voor zometeen. Drink even mijn drinken op. En ik moet dus nog langs de brievenbus lopen. Dus dat ga ik doen. Ik zie dat de vaatwas alweer klaar is. Die zet ik even open. Yes, op naar het schoolplein. Ja, dat is die wel. Even soep voor Mila en een vriendinnetje en voor mezelf. Zo. Ik heb helemaal niet geluncht, dus ik heb ook echt mega trek eigenlijk. Ik zat al wat sausjes mee te snijden. Maar dat is niet zo handig. Ik zeg dat ik eigenlijk meer zin heb. Goed, zo. Meer zin heb in Griekse yoghurt. Dus misschien pak ik dat zo nog even. Ik had er
te veel zin in. Dus ik heb een klein beetje Grieks yoghurt, banaan, rozijntjes, kaneel en wat mini kruidnootjes. En dan eet ik zo meteen gewoon nog lekker wat soep. De meiden hebben heel kort even iets gekeken en lekker wat gegeten en gedronken. Vind ik altijd even lekker als ze uit school komen. En nu zijn ze allemaal boven. Het vriendinnetje van Lauren gaat ook bij ons eten. Dus helemaal gezellig. En ik dacht, dan pak ik dit moment even om... Hey, chips, die moeten nog een keer doorheen. Die is niet goed gegaan. Om dingen voor de klas te lamineren. Ik heb weer nieuwe themapakketten gekocht bij juf Linda. Ik heb de speelgoedwinkel en de pepernotenbakkerij. En ik heb ook nog de Sinterklaasbakkerij. Die heb ik al eerder een keer aangeschaft. Dus die moet ik even lamineren. Ik ben het heel even aan het sorteren op wat bij wat hoort. Ja. Oh, nee, die nog. Oh, en die ook nog. Hé, maar er zit nog... Oh, vervelend zeg. Even kijken. Deze lijken toch niet helemaal goed. Gepakt te hebben. Even kijken. Het is allemaal van de pepernotenwinkel. Dus die moeten er vrijdag nog maar even doorheen. Dus ik kijk gewoon even hoe ver ik kom met knippen. Ik wil vrijdag echt de hoeken in de klas gaan maken. Dus ik hoop dat ik daar een beetje tijd voor heb. Want dit weekend... zit, nou ja, niet vol. Zeker niet vol. Maar we hebben zowel zaterdag iets te doen als zondag iets te doen. Dat beide met zin te maken heeft, natuurlijk. Of natuurlijk. Ja, eigenlijk wel. Dus het liefst zou ik anders in het weekend gaan. Maar ik durf niet te zeggen dat we daar nog de energie voor hebben dit weekend. Ik krijg trouwens dit hele leuke foto's binnen van Sterren. Die heeft het echt super naar haar zin in de Efteling. Echt heel fijn, want ze had vanmorgen heel even, toen wij naar school liepen, een of soort van error. Van, oh nee, maar de, mama gaat niet mee, papa gaat niet mee, mijn zussen gaan niet mee. Ik weet niet of ik wel wil. Ik weet niet wat het was. Gewoon opeens, kan ook even de leeftijd zijn natuurlijk. Dus toen had ik al zoiets van, ja weet je, je hoeft niet, het moet wel leuk zijn. Ik was met de controle bezig toen mijn moeder Sterren kwam halen en toen was ze weer helemaal blij. Dus ik dacht, nou... Het zal wel goed komen, maar toch is het dan fijn als je hoort dat ze het echt naar de zin heeft. Nou, en dat heb ik nu toch gekregen. Ik ben echt nog niet klaar. Ik weet niet eens of ik wel op de helft ben. Niet eens, denk ik eigenlijk. Maar ik wil heel graag de konijnen nog verschonen. Het is nu 4:15. Ik moet voor 4 kinderen pannenkoeken bakken. Dus dat zal ook wel even duren. Dus ik heb besloten om nu eerst even de konijnen te verschonen. En alvast eten en drinken te geven en zo. En dan ga ik vanavond of morgen gewoon verder met knippen. Gelukkig heb ik morgen ook nog. Het zijn alleen... allemaal bladen niet goed gelamineerd. Super balen. Dus die moeten vrijdag eerst nog een keer voordat ik ze kan gebruiken. En ik wil nog van die cadeaudozen vouwen. Ik heb nog allemaal van die brievenbusdozen van de tijd dat ik een Tasty Toppings webshop runde. Daar ben ik toen mee gestopt. Want qua inkoop was het gewoon niet meer te doen. Dan werden die dozen zo bizar duur dat ik dacht ja. Dat zou ik niet meer betalen. Alleen minder ervoor vragen. Dan zou ik verlies gaan draaien. En dat gaat natuurlijk ook nergens over. Maar die neem ik heel vaak mee naar school. Bij thema's waar het past. En dat vind ik ook wel bij de pepernotenwinkel passen. Want dan kunnen ze cadeaudozen maken. En zo meteen met kerst kunnen ze kerstdozen maken. Dus ik denk dat het op die manier helemaal leuk ingezet gaat worden. Ik heb hier nog een kop soep. Ik pak misschien zo nog een pannenkoek als ik er zin in heb. Maar ik dacht, dan heb ik in ieder geval even goed gegeten.
mijn groenten binnen en zo. En dan kijk ik wel of ik een pannenkoek wil. Te gezellig, hè? Met de mama's. Nu moeten wij even de hond uitlaten. Sterre is ook nog niet thuis. Ja. En Marco werkt over. Dus we moeten even de hond uitlaten. Want waarschijnlijk is papa pas heel laat vanavond thuis. Bij die lichtjes. Wauw. Ja, dat is ook heel lekker. Een beetje voor jullie, want dan... Want dan kunnen we nu nog wat dingen zien door de palen. Dan vind ik het best wel creepy. Het is donker, hè? Ja. Wauw. Met de lampjes maken het wel beter. Oh, dit is echt klein. Dit is echt heel donker, ja. Pikken donker is dit. Mag ik iemand een handje geven? Tuurlijk. Tuurlijk. Yes. Toch een beetje te spannend. Ja. Ja. Geef niet hoor. Wat? Weet ik niet, van de mensen die er wonen. Ondertussen is het alweer donderdagochtend. Sterre was rond 21:30 thuis. Die werd even wakker toen ik er uit de auto van mijn ouders deelde, maar kon ik zo in bed leggen. En nu is het alweer ochtend, dus tijd om de vlog af te sluiten. Super bedankt voor het kijken en hopelijk tot morgen. Doei doei!